resultaat van de samenwerking van vier landen, waaronder Italië en Engeland. Hij is nog niet zo heel lang in dienst. Toestel heeft een hele speciale vorm. Lijkt ook een beetje op de Rafale. Dat is soms wel, zie je het verschil eigenlijk niet. Een grote vleugel en dan een klein voorvleugeltje. Een beetje een kanarenontwerp, zoals dat dan heet. En het is een special sort of plan form of the wings. Yeah, so there is a delta wing which allows more weight, usable weight for weapons, and you can see now the Eurofighter, 42,000 pounds of thrust. Louder, flame. Maintaining the maximum angle of attack. Little check away and
Luchtma. Tried for the first time last year, full push and minus 3.5 Gs. Full back stick. Less than 280 knots. The gear comes down. It comes directly to land. 130 knots about for the final speed. We'll touch down and stop right in front of you. Then the gear is down. Landing lights on, clear to land. Boff, the nickname of Major Petrone, is ready to land and to be saluted by you. Thank you very much. Jack, thank you very much as well. It was a beautiful display as of this morning as well. It was great. Can we see you tomorrow as well? Thank you very much. Wonderful again. Ja, daar gaat toch ook mijn vliegerhart echt sneller van koppen hoor, van deze Eurofighter Typhoon. Ja, dat is een apart vliegtuig. Ja. Zoals je ziet, dames en heren, we hebben van alles wat. We hebben deze redelijk moderne vliegtuig, we hebben de oude vliegtuig gehad. We krijgen nou iets heel speciaals. Niet minder moeilijk, denk ik toch. Wat we gaan doen? Nee. We hebben in Nederland bij de luchtmacht ook de